Ja, dat is ook die geoshare. Ik liet nu ook vooral zien dus dat je dingen kunt exporteren en hierin kan zetten. Ja, je kunt ze dus ook importeren en je kunt dat dus ook geautomatiseerd doen. En dat gaat op basis van geo-plugins. Die hebben we ook dit jaar toegevoegd. Die zitten hier bij Tools. Dan heb je hier geo-plugins. En dat standaard staat er al eentje in, bijvoorbeeld voor een Natura 2000 gebied. Nou, als ik die dan bijvoorbeeld bekijk. Wat die geo-plugin als het ware doet, is dat als jij een template maakt en daar zo'n geo-plugin aan toevoegt en gaat dan met die template een nieuw gebied inlezen, dus dan klik je op nieuw project en dan selecteer je die template, dan gaat hij automatisch deze bron raadplegen, dus in dit geval de Natura 2000, en dan gaat hij die bijvoorbeeld importeren als areas in mijn gebied. En je kunt dat dus ook helemaal instellen hoe je dat doet. Dus je kunt per attribuut wat in die overlay zit, kun je dan een matching doen. Na attribuut wat je dan in die area zet. Nou, dat is onder andere interessant ook bijvoorbeeld als je in het buitenland bezig bent. Stel dat je, nou, we hebben in Nederland hebben de BAG. En als je een nieuw gebied inleest, dan wordt een heleboel data wordt uit de BAG getrokken. En op basis van attributen, bijvoorbeeld de hoeveelheid verdieping is bijvoorbeeld attribuut. Nou, kunnen we dan opbouwen hoeveel verdiepingen zit er in een gebouwtje. Maar stel dat je in Duitsland bezig bent, of ergens in de VS, ja, die hebben vaak ook hun eigen BAG. Als je in New York werkt, die hebben hun eigen New York City model. Nou, die kun je dan, als je zo'n template opbouwt, kun je die hele matching doen van welk gebouwtje wordt dan op welke functie als het ware gematcht. Die kun je als het ware vooraf instellen. En als je dan een nieuw gebied inleest met die template, dan kun je in één keer dat hele gebied opbouwen. Dan ben je dus niet meer afhankelijk van dat wij als Targon dat doen. Maar heb je zelf die vrijheid om zo'n gebied in te stellen. En dat kan dus met gebouwen, dat kan ook met areas en ook met hoogtekaarten. En het mooie daarvan is dat hij kan dit doen op basis van een WFS-server bijvoorbeeld. Maar het kan ook op basis zijn van bestanden die in je geoshare staan. Dus stel dat je een landsdekkend bestand hebt voor Duitsland. Waar bijvoorbeeld alle natuurgebieden in staan, ik noem maar wat. En je leest dan ergens een stukje in Beieren in. Nou, dan kun je dat landsdekkende bestand kun je op je geoshare zetten. En als je dan een stukje van bij erin laat, dan haalt hij daar precies de delen uit die voor dat stukje relevant zijn. Dat zijn ook dus. En dat dus stel, wij doen veel in een bepaald land, dan zouden we daar een soort vaste database kunnen bouwen waar we al onze bestanden hebben staan. En dan gewoon per project je data daaruit kunnen halen. Of ja, moet je dat wel iedere keer opnieuw? Okay. En dat kun je, dus, je bouwt er één keer een template voor. En die template die gebruik je dan ook weer als je stel dat je template, ik noem wat Indonesië hebt. Mm. Je hebt een template Indonesië, je hebt een database van heel Indonesië. En je leest dan een nieuw gebiedje in, ergens in Jakarta. En dan gaat hij op basis van die template, gaat hij dan dat gebied automatisch vullen. Dus we hebben nu eigenlijk alleen maar OpenStreetMap data voor Jakarta. Maar die OpenStreetMap die kun je dan uitzetten en die kun je dan vullen met je eigen gebouw. En hetzelfde kun je ook voor gebieden doen. Dus we hebben ook bijvoorbeeld provincies die zeggen, nou, we hebben bepaalde beschermde gebieden of cultuur, historisch erfgoed, whatever. Daar hebben we een provincie dekkende kaart van. En als we dan een stukje van ons gebied willen inlezen, dan willen we checken of dat gebied bijvoorbeeld een bepaalde beschermstatus heeft. En daar bovenop komt dus dat je die combo overlays in pre-calls kan maken. Dat is je data intelligentie. Dan kan je eigenlijk totaal je eigen toepassing maken voor Indonesië. Als we het over Indonesië hebben. Dus je hebt een geoplugin, daarmee creëer je het op basis van je eigen data. Dus je staat los van die spin van Tycon. En daar kan je dus ook je eigen. Dus Tycon default settings doet hij nog steeds, maar die kan je overschrijven met je eigen intelligentie. Ja, dus wederom voor de geavanceerde gebruiker, maar we zien dit ook, ja, vooral mensen die het bijvoorbeeld in het buitenland inzetten, kan het heel handig zijn. Mensen die veel projecten in Spanje bijvoorbeeld draaien, nou, die hebben hun eigen datasets. Nou, die bouw je één keer in een template en je kunt daarna in heel Spanje kun je telkens gebieden inladen. En die kunnen automatisch ook weer doorrekenen met combo-overlees en water-overlees, et cetera. En dat kun je ook weer via de API zeg maar, geautomatiseerd aansturen. Vooral ja, op dat vlak, eigenlijk dat raakvlak, dat je een heleboel van dit soort dingen geautomatiseerd voor allerlei gebieden kan zelf kan instellen. Daar zit eigenlijk veel van die ontwikkelingen in.